Hallo mensen van TSH's. GTA 4. En zoals beloofd ga ik nu de mod review doen. Ik laat gewoon zien in deze review van welke auto's ik vervangen heb door om het realistisch mogelijk te maken. Nou, let's do it. De cabby heb ik gereplaced met deze Lexus RX400. Heel mooi gedetailleerd vind ik deze auto, vooral ook met het vuil erop. Het is een vrij ruime auto, ook vooral heel luxe als je naar de binnenkant kijkt. En het uiterlijk, ja, is gewoon toppie. Chrome grill. Met het mooi Lexus logo erin. En als je even kijkt, is de motor ook heel goed zichtbaar. Nummerbord is ook aangedacht, New York Empire State. Taxibordje op de dag met reclamebordje. Alleen het enige wat niet helemaal klopt, is er zit nog eentje dwars erin. De reclame op het bord die verschilt van per taxi. De ene heeft Google. Dat is trouwens ook echte reclame, dus dat ga ik niet laten zien. De ene die heeft bijvoorbeeld Google Chrome erop staan. De andere heeft Mastercard erop staan. De andere heeft Coca-Cola erop staan. Van alles. De wielen verschillen ook. Deze heeft dan zilveren wielen. Maar je kunt ze ook, zei jij ook rond met zwarte wielen. Grip in de banden, ook heel mooi gedetailleerd. Hele grote remschijven met bout in de wielen. NIC Taxi logo erop. En hier ook het bordje. Ik weet niet wat daar normaal op wordt staan. Ik ben nog nooit in New York geweest. En ik denk dat daar de prijs op staat of zo. Privacy gasten aan de zijkanten achterin voor de passagiers. Taxinummer van taxi zoveel. Vergulmde uitlaatstuk. En bumpersticker met nummer erop van bel zoveel voor een taxi. En volgens mij ook een waarschuwing, maar dat is niet helemaal goed te lezen. Deze taxi is nog maar een beta versie, dus niet alles is helemaal goed geontworpen. Maar op zich ziet hij hier vrij perfect uit. Ik heb ook net iemand aangereden. Het bloedtextuur past is ook heel goed op de auto. Zoals hier te zien. Het interieur is niet helemaal toppie. Het is een beetje zwart. Zoals je kunt zien. Stuur. Nou, heeft hij wel, maar... Het is een beetje, ik heb ook maar gezegd, een beta versie. Is niet helemaal toppie. Automatisch versnellingsbak. Zo te zien met Logier Selection. Meters. Klimaat, verwarming en dergelijke. Twee roosters. Dashboardkastje heeft hij niet. Het is maar een beta versie, zoals ik al zei. En hier ook een navigatiesysteem zit in.
voor de passagiers achterin. Kijk of die. Nou, dat is niet te zien. Er zit een schot in. Met een kaart van Liberty City erop. Hier. Het is niet helemaal goed te zien door de paal die. Drivers wanted. En contant betalen. En informatie. Zoals je kan zien. De schadetextuur aan de auto kan beter. Want ja, als je een keer flink tegen een paal aanrijdt zoals ik heb gedaan, krijg je maar alleen maar dit. En hier ook het rooster komt er dan uit. En het tekentje was zwart, maar ja, de schadetextuur kan in principe beter. En dat geldt hetzelfde voor de zijkant en hier de achterkant. Als je een keer aan de achterkant ergens tegenaan rijdt, vliegt de klep open. Dat klopt niet helemaal. Wat ik ook gemot heb, is de naam van de auto. Hieronder, linksonder of rechtsonderin. Zie je? Lexus RX400 Taxi. Nou, dat was dan de cabbie, of de, wat een gereplaced heeft. En dan ga ik nu de volgende. De volgende die ik gemot heeft, is deze ambulance. Ik moet toegeven, hij ziet er heel goed uit. Fire Department, City of New York. Mooi op de deur geschreven. De site, ook heel mooi op de zijkant. Wagen zoveel. En ook heel mooi gedetailleerd het logo op de zijkant. Amerikaans vlag, keyback. Oh ja, wat ook nieuw is bij de, als je deze mod. Normaal gingen de kniplichten aan de voorkant alleen aan. Nu bij deze gaan ook hier deze lampen aan de achterkant aan. Geblindeerde raam aan de achterkant. Aan de zijkant ook. Mooie lampen aan de voorkant, zelfs aan de achterkant, gaan ook aan. Alleen de lampen aan de zijkant, hier, die niet. Nummerbord is niet helemaal goed. Dat maakt ook niet uit. Interieur is ook heel mooi gedetailleerd. Ook met een boordcomputer erin, maar voor de rest is het allemaal een beetje wazig. Dit heet ook, even wachten tot die politieauto daar weg is, want anders heb ik een probleem. Ford F-350 Ambulance. Hier als je in start gaan de lampen ook aan. En dan laat ik even zien. De kniplichten gaan gewoon branden. Achter als voor. Schadetextuur kan beter. Als je bijvoorbeeld keihard tegen de muur rijdt. Deze wagen ook heel sterk. Als je elkaar tegen de muur raakt, krijg je alleen maar dit. En deze wagen is ook heel sterk, dus als je iemand bijvoorbeeld elkaar de ram wil geven in multiplayer, bijvoorbeeld een beetje lol wil hebben, dan is deze wagen zeker aan te raden. Het rijden hiervan is alleen. Hij helpt een beetje over. Nou, op naar de volgende. De volgende die ik gemot heeft is deze Ford Crown Victoria NYPD Police. Echt heel mooi gedetailleerd is deze auto. Maar het kan altijd beter. Wielen.
kun je maar in één soort krijgen. Dat is deze. De Armored Wheels onder de normale, die in het echte ook onder zitten. Hier staat dan de nummer van de wagen. En die staat ook op het dak. Op de zijkant de strepen met NIPD. En daar ook het logo. Die is niet zo heel goed te zien. En hier ook. Dat staat de country. Nog wat respect. Ik kan niet helemaal goed lezen. De lichtbalk op het dak. Is ook heel mooi. Met de gele knipperlichten. Maar die werken niet. Tenzij je gemot hebt. Maar dat heb ik niet. En ook standaard bij deze auto zijn de boelbars aan de voorkant. En het nummerbord New York met Mr. Boldek. Ford logo is ook heel goed te zien. Interieur is blauw. Normaal hoort dat grijs te zijn, maar bij deze auto is het blauw. Ook achterin het schot dat er normaal tussen zit. Dat heeft de normale politieauto in New York ook. Het derde remlicht. Interieur is mooi gedetailleerd. Pedalen daaronder. Nou, het is een automaat, dus hij heeft er maar twee. Stuur, radio, boordcomputer, meters. Dan ga ik er even in zitten, dan kan ik het beter laten zien. Zo. Hier twee pedalen en voetsteun. Nee, in deze stappen. Je ziet ook Fort Camptoria Police Patrol. Zwaailichten, zoals ik die liet zien. Of zij. Ja, die werken gewoon. Net als bij de normale, als je hem niet mot. Doen ze er ook gewoon zo. Wit en rood. De boordcomputer. Die zweeft eigenlijk wel een beetje. Dat laat ik nu ook even zien. Kijk maar, die zweeft een klein beetje. Maar voor de rest is het nog gewoon hetzelfde. De schadetextuur op de auto. Ja, maar het gaat gewoon dwars door de boelbar heen. Als je bijvoorbeeld keihard een aanrijding krijgt zoals ik net deed, krijg je dus dit. De geel, het voortloog komt dwars door de geel heen. Twee antennes aan de achterkant. Zoals een standaard is bij een politieauto. Die sirene uitzetten. Maar op zich is deze auto hartstikke goed. En qua handeling is er ook niks veranderd. Nou, op naar de volgende. De volgende auto die ik gemot heb, die is ook iets beter qua textuur. Is deze Ford Crown Victoria Taxi. Deze komen ook met verschillende kleuren bumpers. In, zoals bij deze, grijs, zwart of geel. En dit is eigenlijk dezelfde als, een beetje hetzelfde als de politieuitvoering die ik liet zien. Ook met hetzelfde nummerbord erop. Veldtextuur is ook hetzelfde. En hier, eigenlijk op het bord die voelde license taxi, maar is niet zo goed te zien. Het bord die, dat is deze, gewoon een taxibordje. Het reclamebordje, of niks. Dan staat er geen bordje op het dak. De bumpers die kunnen gewoon dit hebben,
of met boelbars. En ook aan de achterkant zit een boelbar. Net als bij de politie. Aan de zijkant NAC Taxi. En hier ook het Taxi Fare bordie. De wielen zijn gewoon de armored wheels. Ik weet niet of dat normaal is in Amerika bij taxis. Taxi zoveel. Taxi ook aan de achterkant. Kijk, daar rijdt eentje zonder bordie en de gele bumpers. Nummer. Telefoonnummer. Taxi met het verrijsbeeld en daar NIC Taxi. En de bumpersticker aan de achterkant. Interieur. Oh. Zoals je ziet valt de deur gelijk dicht als je hem één keer opentrekt. Het is het beste interieur dat ik tot nu toe vind. Twee pedalen. Radio. Taximetertje. En de meters. Normaal heeft een comfortoy één grote meter, maar deze heeft dus twee. Aan de achterkant. Gewoon schot met de taxi-fare-bordies. En ook hier voor de cruise control en dergelijke. En ook hier de naam Ford Crown Victoria Taxi. Schadetextuur is dit. Bordie valt er gelijk af bij één deuk. Ja, schadetextuur kan beter. Kijk, daar rijdt eentje met een bordie op het dak. Ik kan aan een bordie. Ja, de schadetextuur heb je wel, maar is niet zo heel sterk gedetailleerd. En ik vind het maar raar dat sommige taxis, zoals deze. Deze heeft ook andere wielen trouwens, zoals je kan zien. Gewoon de normale Crown Victoria wielen. Dat sommige taxis geen bordie hebben. Dat vind ik wel raar. De schadetextuur is, ja, heb je wel, maar is niet als de best. Oké, op naar de volgende. Ook de firetruck heb ik wat realistischer gemaakt. Met deze Sequoia. Deze heeft een heel realistisch uiterlijk. Deze bestaat ook echt. Deze heeft een pomp aan de voorkant van de bumper. Heeft ook een hele grote bumper erop zitten. Met een knipperlicht aan de zijkant. En voorop. De geel is niet zo heel erg goed met textuur. Dat hoeft ook niet. Dus je hebt ook een pomp voorop, zoals je kan zien aan de slangen. En de wagennummer. Hier logo op de zijkant en daar aan de, op het dak. Nummer hier ook aan de zijkant. En de pompaansluitingen. Waterspuit op het dak met kniplicht hier. En wat die doos daar op het dak is, weet ik niet. Sorry daarvoor. Geblindeerde ramen aan de zijkant. Waterslangen achterop. Met nog een knipperlicht hier. Banden zijn ontzettend groot. Kijk maar naar vergeleken met poppetje. En hier achterop nog meer slangen. FDLC, waar je eigenlijk altijd FDN aan je moeten. Pompaansluitingen. Super mooi allemaal in elkaar gezet.
interieur, zoals je ziet, is niet helemaal afgemaakt. Nou, eigenlijk is hier niet afgemaakt. Er zit ook helemaal niks in. Hier is Grafmajader. Nooit van gehoord. In de start gaan ook net als bij de ambulance de lampen aan. De knippen in de lichten. Sirene heeft hij. En ik krijg een mailtje van iemand. Alleen de knippen liggen, dus de knippen en de lampen die werken niet. Of tenminste niet zoals het lezen moet. Waterspuit is gewoon nog gespuit. Is niks aan veranderd. Oké, op naar de volgende. De volgende die ik gemot heb is de Police Cruiser. Met deze Chevrolet Impala. NYPD Police. Zoals je ziet heeft hij, net als de andere politieauto, maar dan een beter spuitwerk. NYPD met het politielogo. Kortie, nog wat is respect. De armored wheels. Punt. En het nummer, achterop. Bumpersticker. Eigenlijk hoort hier nog een logo van de auto te zitten, maar dat heeft hij niet. Nummerbord. New Liberty Official. En een bumpersticker aan die kant en aan deze kant. Police. Nummer. Andere lichtbalk weer op. En natuurlijk de boelbars aan de voorkant. Achterin. Kom op, Louise, camera even goed. Heeft hij gewoon nog de kooi zitten? En voorin. Ik maak hem al even open. Als er nu maar geen politie achter me aankomt. Oh, moet je hem wel openmaken, Louise. Oké, dus die deur vliegt automatisch weer dicht. Het gras komt er doorheen. Boordcomputer en hij heeft eigenlijk gewoon niet veel in de auto zitten. Boordcomputer, stuur, er zit eigenlijk gewoon niks in. Zoals ik hier kan zien. Lichtbal klopt niet helemaal. Kijk maar naar die rode, dat is een wit licht. En de lamp aan de achterkant en de lichten zijn ook niet helemaal goed gedetailleerd. Politiecomputer zweeft letterlijk, kijk maar. En de schadetextuur. Hier, vlieg ga ik de motorkap open. Die is ook niet een van de beste. Dan vlieg ik je motorkap eraf. Hier, aan de achterkant is de schadetextuur ook niet alles te best. Maar ik verwacht ook niet, mods die zijn er ook niet voor bedoeld om 100% perfect te zijn. Lichtbalk met de knippenlicht, met de parkeerlicht aan de onderkant.
Hey, op naar de volgende. Ook heb ik gemot de stadsbus. Net als echt in New York hebben de MTA-bussen. Aan de buitenkant heeft hij een goed textuur. Lampen, knipperlicht, MTA-logo aan de voorkant. En hier op het nummerbord NIC. New York Empire State. Busnummer voorop. Zelfs de spiegels zijn goed gedetailleerd. Benzineklep. Ruitenwissers. En het rolletje staat Star Junction. Op iedere bus staat een andere lijn en een andere bestemming. Lamp op het dak. Ook heel mooi gedetailleerd. Knipperlicht, slot voor de deur en de wielen. New York City Bus, MTA. En ook iedere bus heeft een andere reclame of geen reclame. Stootbalk aan de zijkant, heel mooi. Beetje geblindeerde ramen. En hier ook de bestemming. Invalide. Oh, entrance. En de Amerikaanse vlag op de achterkant. Nummer. En lampje. Op de achterkant staat het lijnnummer. Een busmaatschappij, busnummer. En een waarschuwing van warning right turns. Nummerbord, uitlaat op het dak, waarom dat is weet ik niet. En op de zijkant, zoals ik al zei, reclame is heel anders. En dat laat ik ook even zien bij die bus. Want als het goed is, staat hier een hele andere bestemming op. Oh nee, Star Junction. Nou, jammer. Het interieur is niet zo goed te zien. Dat is ja, stoel. En een paar wat reclame aan de bovenkant. Maar ik kan het ook niet laten zien. En op het dak, nummer en een luchtrooster. Hier ook al de naam City Bus. Hij rijdt niet als de best, hij is ook niet als te snel. Maar ja, wat verwacht je van een bus? Zoals ik hier al zei, reclame, Zeelanders. En waarom komt hij te stuiten? Dat weet ik niet. Hier, dit is gewoon een foutje. Dan gaat hij stuiten als je remt. Oké, op naar de volgende. Excuses, ze willen niet komen. Excuses. Vond je dit een leuke video? Laat alsjeblieft een groen duimpje achter. Ik kom wel eens meer met dit soort dingen. Zie ja.